Lieve Marianne, maandag 24 mei, om even een vervelend misverstand uit de lucht te halen. Veel mensen hadden vorige week het idee dat ik na afloop van mijn column kook had gebruikt. Dat is onzin. Ik zat gewoon even met mijn hoofd op de tafel voor me. Ik heb een test laten doen en in mijn bloed bleek precies evenveel aanwijzingen van kookgebruik als van de doorsnee songfestivalwinnaar. Bovendien, ja wat dan nog, kook, een Italiaanse rockband, een columnist van 538. Denk je dat die elke dag aan de kruidenthee zitten met een plakje zelfgebakken rozenbottelcake zonder geraffineerde suikers en dromen van een fietstochtje op de e-bike over de knooppuntenroute op de Veluwe? Nee, natuurlijk niet. Het zou treuriger zijn als de drummer van een snoeiharde rockband na het winnen van het Songfestival huilend op de grond kusjes ligt te geven in de camera naar alle jongens en meisjes die op hen hebben gestemd. Denken jullie nou echt dat ik na deze column rustig naar het kantoor van de ochtendshow loop om daar nog een kopje koffie te drinken en aan Frank ga vragen hoe het gaat met zijn zoontje op de loopfiets en of het mannetje al hiep hiep hoera gaat zeggen? Of dat ik aan Jelme vraag hoe het gaat met zijn spersiebonen in zijn Albert Heijn moestuintje? Chris Deluxe of die zijn Duplo-kasteel van Harry Potter nog een keer wil laten zien? Of Rudolf vragen of hij zijn jaargang Donald Duck al op volgorde heeft? Ja. En dan met z'n allen vechten om een poster van Nick en Simon om thuis in de slaapkamer op te kunnen hangen? Nou ja, zo gaat het dus hier. Maar laat ik het zo zeggen, aan mij ligt het niet. 538, dat is bij mij een hele krappe schatting van het aantal bedpartners. En ja, Frank, voordat jij het zegt, met de komma achter de 5. Ja. Ja, maar wacht maar, wacht maar. Nee, wacht maar, jongens. Komende zomer, dan gaat alles veranderen. Daar ga ik zoiets over vertellen. Een supporter van NAC die zondag na de wedstrijd tegen NEC werd gereanimeerd is overleden. Na de nederlaag van NAC braken de rellen uit bij het stadion. Een deel van de fans belaagde de hulpverleners. Ook tijdens de reanimatie van de supporter werd het ambulancepersoneel bekogeld met vuurwerk. De omstandigheden waaronder de reanimatie heeft plaatsgevonden zijn barbaars. Ik heb hier verder niets aan toe te voegen. Dinsdag 25 mei. Het gaat goed met vaccineren. Heel goed. Er zijn al bijna 9 miljoen mensen gevaccineerd. En dat zijn er meer dan mensen die het willen. Maar er zijn ook misverstanden. En inconsequenties. Zelf ben ik bijvoorbeeld gevaccineerd. AstraZeneca. Ik heb al corona gehad. Minder dan 6 maanden geleden. Volgens RIVM hoef ik maar 1 vaccinatie. Nou, volgens de huisarts niet. Die adviseert een tweede. Mijn vrouw. Zelfde tijd corona gehad, ook gevaccineerd. Pfizer, GGD adviseert dat 1 prik genoeg is. Zij is klaar. Maar hoe zit het tussen 2 prikken? AstraZeneca moest eerst minimaal 12 weken zitten. Nu verandert tussen 4 en 12 weken. Ik ben al te laat voor de tweede prik. Nou, die van de een hoeft het niet, van de ander wel. Ik wil gewoon een vaccinatiebewijs. En dan kun je vragen, Peter, waarom ben jij hier zo mee bezig? Nou, dat leg ik je zo bij de woensdag uit. En nog zo'n dingetje, scholen gaan helemaal open. Beetje raar, in zo'n beetje de laatste maand voor de vergaderweken nog helemaal los. Regel het even snel. Maar de meeste docenten zijn niet gevaccineerd. Is toch raar? Geef die dan gelijk 1 of 2 vaccinaties. Of hoeveel moet je er als je elke dag met 5 keer 30 leerlingen bent die niet zijn gevaccineerd? Woensdag 26 mei. Nou, dan ga ik nu even uitleggen waarom ik er zo mee bezig ben. Ik wil naar New York. Gevaccineerd. Want New York verwacht een zomer om nooit te vergeten. Nu gevaccineerde bewoners alle remmen van plan zijn om los te gooien. Want veel mensen maken het zelfs uit met hun partner. Er zijn shirts met de tekst: Faxed, waxed, I'm ready for action. Amerikaanse drogisten hebben substantieel meer condooms verkocht. Alle merken spelen erop in. Suit Supply, keurig pakkenmerk, adverteert met foto's van in elkaar verweven naakte, zwetende ledematen. Boodschap dat je een pak moet kopen om het zo snel mogelijk uit te trekken. New York verwacht een ongekende summer of love. Lieve mensen, er is huidhonger, voelverlangen, aanrakingsdrang en streelbehoefte. Er is een zoektocht naar zoenoffers. Lome, lieve lippendiensten op en erover met deze kant boven. Do not handle with care. Het is onbevangen overgave. Elke snaar roept om geplukt te worden, gedompeld in een
gedeeld stroomgebied. Zet de sluizen maar open, ik hoor straks wel hoe je heet. Samen fozen en dansen en zorgeloos chansen. Het mag toch weer. In de zevende hemel komt het altijd weer op liefde neer. Gevaccineerd, opnieuw geleerd. Aai, paai, draai en laai. Voel, hoor, schreeuw, proef. Kreun en reuk. Vier benen gevlochten. Vier handen, één buik. Twee buiken op elkaar. En dan, pas na uren geverzochten. Wat een jaar. En schreeuw het maar uit. Mensen, dit voelt beter. Oh ja, schat, dat vroeg je me nog. Mijn naam is Peter. Maar goed. Maar goed, dat is dus alleen in New York. De andere trend, die is bij ons. Die is hou afstand. Nou, eventjes nog blijf thuis. Lekker zoomen, mensen wandelen. Hé, kijk Peter, die boom is ook groot hoor. En dat is een boomklevertje. Zullen we nog wat eten? Nou, serietje kijken, vroeg naar bed. Wat gaan we morgen doen? Precies hetzelfde. Het is voorlopig beter. Hou nog even vol. Hé, doe nou niet zo raar. Jij bent gewoon Peter. Donderdag 27 mei. Eric Carle, de schrijver van Rupsje Nooit Genoeg, is overleden. Hij werd 91. Dat is best wel oud. Maar het is natuurlijk nooit genoeg. Nou. Frank de Boer heeft de definitieve selectie bekendgemaakt voor het EK. Nou, ik geef direct dan maar de opstelling waar Oranje mee begint. In de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Want ik vond in een weiland vlakbij Schiphol een briefje van assistentcoach Lodewegens. Nou, daar komt-ie. In het doel starten we met Maarten Stekelenburg. Centrum achterin, De Ligt, De Vrij met de voor Frenkie. Rechts achter Dumfries, links achter Wijndal. In het midden Klaassen, Gravenberg en Wijnaldum. Voorin Malen en Memphis. Nou, dan hoeven we daar ook niet meer geheimzinnig over te doen. Vrijdag 28 mei, Britse onderzoekers hebben ontdekt dat apen het accent van andere apensoorten overnemen wanneer ze in hun gebied gaan leven. Een gorilla die van Artes naar de Beekse Bergen ging, liep opeens ook in het trainingspak van Ferry Bouwman. Ook mensen die veel met apen omgaan, nemen het accent over, maar hoe dat precies werkt, dat weten ze nog niet. Dan nog wat zinnen van het orakel, mijn goede vriend Fico. Die zei, ja, ik vroeg aan hem, je bent vrij rustig, tevreden, ondanks jouw trauma. Toen zei hij, ja, het kan me allemaal niks meer schelen. En dat vind ik nu heel belangrijk. Mooi. Schitterend, wow. Hè? Wow. En als je minder haast hebt, kun je meer lachen. En dat is juist goed. Nou, ik ga kijken hoe ik komende zomer in New York kan komen. Vanmiddag ga ik in ieder geval de boel vast even laten wachsen. Tot volgende week.